Een noodkreet van burgemeester Van Gijzel. Als er niet meer scholieren gaan kiezen voor technische studies, dan gaat dat over een paar jaar helemaal mis met die zo belangrijke high-tech sector bij ons in de regio. Het is een van de thema's waarover ik ga praten met burgemeester Van Gijzel. Maar nog veel meer, ook bijvoorbeeld het plotselinge vertrek van wethouder Brink van Economische Zaken, de sluiting van kroegen op het Stratums Eind en de toch wat rumoerige ontruiming van Occupy Eindhoven gisteren. Ik ga daarover praten hier in het stadhuis met burgemeester Van Gijzel. Meneer Van Gijzel, er is de afgelopen dagen hier en ook elders van alles te doen rondom de Occupy-beweging. Gisteren in Eindhoven de ontruiming geweest. Waarom moest dat zo nodig weg eigenlijk? Nou ja, we hadden ontheffing gegeven voor het wildkamperen. Dat mag eigenlijk niet in de stad. Maar zij zeiden, het wildkamperen is een uitdrukking van onze manier om te protesteren. Dus dat hebben we eigenlijk vanaf begin november toegestaan. Iedere keer met verlenging. Onder voorwaarde dat er geen drugs gebruikt zouden worden. Omdat er geen overlast voor de buurt was. Uiteindelijk was dat op het Klausplein wel aan de orde. Toen hebben we dus ook gezegd, jullie moeten verhuizen. Dat is ook gebeurd. Ze wilden eerst niet naar de plek bij het stationsweg. Uiteindelijk hebben ze daar wel gezeten. En ook naar tevredenheid. Maar ik heb al 2 weken geleden met hun een gesprek gehad. Dat de formule die nu gekozen is eigenlijk niet goed houdbaar is. Ook niet goed verdedigbaar. Ik zag niet dat het kamperen nu echt een uitdrukking was van het demonstreren. En dat dat dus... Nou ja, naar de Eindhovense bevolking een toegevoegde waarde had. Ja, want het was uiteindelijk niet echt van wat we kennen van de beelden van Occupy Wall Street. Of ook in Zuid-Europa zijn er hele grote bijeenkomsten geweest. Nee, het zakte steeds verder weg. En dan kwam je op een gegeven moment nog van ja, wat voegt dit toe? Openbaar orde, problemen die mogelijkerwijs kunnen ontstaan. Er waren wat geruchten over nou, mensen die daar komen en daar eigenlijk niet kwamen om te demonstreren. Maar gewoon dag en s'nachts gingen slapen, ook drugs gebruikt. Dus die combinatie heeft ertoe geleid dat we gezegd hebben, en dat heb ik 2 weken geleden tegen hem gezegd, we gaan ermee stoppen. Toen hebben zij nog gevraagd, mogen we dan nog een paar dagen langer? Want we hebben afgelopen zaterdag hadden ze de Nationale Occupy-dag. Nou, daarvan heb ik gezegd, dat vind ik prima, dan gaan we dat nog toelaten. Dat is door de regen wel een beetje in het water gevallen, want het regende heel hard die middag. Maar ja, goed, gisteren was het klaar. Ja, bent u dan blij dat het dan met hooguit een beetje duwen en trekken allemaal... We hebben er gisterochtend nog met elkaar over gesproken. Hier van hoe zit dat draaiboek eruit. We gaan geen rare dingen doen. We gaan ze gewoon rustig vragen te verlaten en spullen mee te nemen. De spullen die ze achtergelaten hebben, hebben we ook nog even ergens opgeslagen. Als die nog willen hebben, kunnen ze die komen halen. En dat is eigenlijk allemaal heel goed gelopen, heel professioneel. Ander punt waar u de afgelopen week nogal wat discussie over had, dat was het Stratums Eind. Ja, dat loopt niet helemaal lekker in alle kroegen, maar is het dan wel de juiste maatregel om dan zo'n kroeg meteen helemaal te sluiten? Ja, hier gaat het dus wel om heel erg geweld, heel ernstig geweld. In dit geval gaat het om 2 cafés waar de portiers echt excessief geweld hebben gebruikt. Eerst binnen iemand in elkaar slaan, uiteindelijk 1 iemand zelfs bewusteloos naar buiten gedragen, laten vallen op het achterhoofd, vervolgens nog trappen. Ja, dat kan dus gewoon niet. Dus, en dan kunnen ze wel zeggen, die eigenaar, wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van de portiers. Dat zijn ze wel. Zij huren ze in. We hebben er afspraken over gemaakt. Ze weten van tevoren ook wat het beleid daarover is. Ik moet de openbare orde ook herstellen. Vandaar dat ik ook wat coulanter geweest ben met betrekking tot 1 van de 2 cafés. Bij Players hebben ze gezegd, we zetten deze portiers buiten de deur. Die willen we niet meer hebben. En ik heb toen gezegd, nou oké, dan wil ik de strafmaat verkleinen. Dus het aantal weken is verkort. En ze moeten dicht op het moment dat ze normaal portiers inzetten. Omdat ik wel eerst zeker wil weten dat de portiers die daar ook gaan staan, dat dat ook echt daadwerkelijk zodanig is dat die de openbare orde eerder garanderen dan verstoren. Maar denkt u dat het dan ook beter wordt door zo'n maatregel? Want die portier staat er natuurlijk ook niet voor niks. Nee, die portier staat er niet voor niks. Maar die portier staat er om agressie te reduceren en niet om agressie te vergroten. En ik ben het met u eens. We moeten naar eigenlijk een andere structuur ook. Ik ben daar al tot mijn vreugde met steun van de meeste ondernemers op het Stratums Eind in gesprek geraakt over zou het Stratums Eind niet gewoon veel aantrekkelijker kunnen maken. Er zitten nu ruim 50 kroegen die hun inkomen moeten halen uit, ja, laten we zeggen, 15 uur omzet. Dat is een paar uur op de donderdagnacht, een paar uur op de vrijdagnacht en een paar uur op de zaterdagnacht en dan nog een paar uur in de rest van de week. En je ziet dus dat er heel veel kroegen ook aangeboden worden voor overname.
En ik heb met hun gesproken en zij zeggen, we moeten naar een ander concept. Daar wil ik heel graag aan meewerken. Want ik vind wel dat we een mooie plek moeten hebben voor jonge mensen. Tussen 16 en laten we zeggen 25, 30 jaar, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat is toch fantastisch? Als er dan straks minder kroegen zitten op Stratums Eind, is het dan nog wel het Stratums Eind? Het zal iets van karakter veranderen. Maar toen ik er als jongere naartoe ging, ging ik daar biljarten en andere dingen doen. Je ontmoette mensen, ook op vrijdagmiddag. En het was hartstikke gezellig. Dus het Stratum Zijn moet de plek zijn waar het gezellig is, waar je veilig rond kunt lopen. Misschien is wel een evenemententerrein waar je afsluit, waar je ook toegang kunt weigeren voor mensen die je niet wilt hebben. Dat is nu moeilijk, want het is openbare weg. Dan heb je ook niet meer portiers overal nodig en maak er gewoon een feest van daar. Over jongeren gesproken. Gisteravond hield u een toespraak voor middelbare scholieren. En eigenlijk, u zei daar dingen die we de afgelopen weken, ik denk wel bij 10 gelegenheden gehoord hebben. Aan de ene kant trots op de technologie sector, maar ook de waarschuwing dat dat misschien wel eens mis zou kunnen gaan met die technologie sector. Waar maakt u zich nou precies zorgen over? Nou, ik maak mij zorgen over dat wij in Nederland eigenlijk ons welvaartsniveau overeind willen houden. Maar we zien dat het aantal oudere mensen alleen toeneemt. Dat het aantal jongere mensen die dadelijk het geld moeten verdienen afnemen. En dan is het een hele simpele rekensom. Met minder mensen hetzelfde welvaartsniveau. Dat betekent dat we per arbeidsplaats gewoon meer geld moeten verdienen. Nou, als u weet dat met 10.000 mensen bij ASML evenveel geld verdiend wordt als met 100.000 mensen in de Tweede Maasvlakte. Dan moeten we dus echt inzetten op bedrijven zoals ASML. Want daar zit de toegevoegde waarde. U zei dat gisteravond ook in een toespraak voor HAVO, MAVO en VWO-scholieren. Laten we even kijken naar een stukje daarvan. Dat is goed. De uitdaging voor de problemen die we morgen tegenkomen om die op te lossen, die doen we met name in techniek. In techniek samen met voedsel, techniek samen met gezondheidszorg, techniek met wat wij noemen crossovers. En ik zou het geweldig vinden als jullie na willen denken, met je ouders, met je vrienden, van zou dat voor mij nou iets zijn? Want, en dan stop ik ermee, wij moeten echt kijken waar talenten zitten. Wij kunnen geen talent verspillen. Nou, u noemt daar dan ook dat voorbeeld van ASML en alle hoogwaardige technologie. Maar u stond daar ook voor MAVO-scholieren. Die gaan toch niet uitvindingen doen bij ASML? Nee, en het is ook de keten die we met elkaar moeten bereiken. Kijk, op dit moment met iedereen die weggaat uit het bedrijf, hè, omdat ze te oud zijn geworden, komen we in onze regio elke dag al 12 mensen tekort. Dat zijn 2 mensen in de universiteit, 2 mensen hbo-niveau en 8 mensen mbo-niveau. Want wat er bedacht wordt, moet ook nog voor een belangrijk deel gemaakt worden. Die machines van ASML worden niet alleen bij ASML, maar bij 330 bedrijven in de omgeving allemaal onderdelen gemaakt. Daar hebben we mensen nodig die gewoon goede machinebankwerkers, dus lassers, mensen die gewoon handig zijn, snappen hoe materialen in elkaar zitten en die ook nog gefabriceerd kunnen worden. Dat is wat we nodig hebben. Dat bij elkaar maakt dat we een enorme toegevoegde waarde per arbeidsplaats hebben. Dus ook echte ambachtsmensen, maar dan in de nieuwe vorm, zijn hier erg noodzakelijk. Nou ja, gisteravond ging het er dan dus om of die scholieren dan een technisch profiel willen kiezen. We hebben ook een aantal leerlingen en ouders na afloop opgevangen om even te kijken of het is aangekomen. Je had de burgemeester gezien, hè? Wat vond je van wat hij vertelde? Ik vond het interessant. Ga je ook technische richting kiezen? Nee, het is niet echt iets voor mij. Waarom niet? Ja, daar liggen niet echt mijn interesses. Maar daar is wel heel veel werk straks. Ja, maar ik ga liever iets doen wat ik leuk vind. Nee, sorry. Ik ga toch de economische kant op. Sorry. Vond je het overtuigend wat de burgemeester zei? Nou ja, als jij dat leuk vindt en kan, dan is het best overtuigend, ja. Zei die dingen die je nog niet wist? Nee, want ik wist in principe al dat Eindhoven de, hoe heet dat? De slimste regio van, de slimste regio van Nederland is, van de wereld. Maar ik wil gewoon niet die richting in, nee. Ik zit zelf ook in de techniek, in de installatietechniek. Er zijn heel veel mensen nodig. We komen echt tekort, dus hij heeft helemaal gelijk. Dus jij moest al lang technisch richting kiezen? Nou, dat was niet mijn idee, maar ik zit er nog echt over te twijfelen om natuurkunde te kiezen. Dus, Mijn dochter is eigenwijs genoeg, die doet toch wat ze zelf wil. Dus. En wat wordt dat? Ja, ik zit eigenlijk tussen E&M en natuur en gezondheid. Dus. Okay, wat E&M is? Economie en maatschappij. En ja, gezondheid spreekt mij ook aan, dus daarom. En waarom geen techniek als je dat van de burgemeester zo gehoord hebt?
Ik ben echt heel slecht in techniek. Ik ben heel slecht in natuurkunde en scheikunde en zo. Ik vind het wel interessant, maar ik kan er niks van. Ja, als we dat dan zo zien, dan zijn er toch wel heel veel zeggen van ja, het was een mooie speech, mooi verhaal, maar ik ga toch maar wat anders doen. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. En het gaat ook niet over één nacht ijs. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze met elkaar, na alleen van gisteravond, er met elkaar over doorpraten, met hun ouders erover doorpraten. Ik heb ook de decanen nog apart gesproken, vorige week, om te vertellen wat er speelt. En dit is ook gewoon een beetje de lange adem. Ga niet denken dat je met een korte slag in één keer die keuzes allemaal ommaakt. Want de trend in Nederland is alfa-studies en ook dus rechten, dat soort zaken, en in de zorg. De trend in Duitsland daarentegen is technologie, maar die werken er heel lang aan. Met bedrijfsleven, overheid. De trend in Amerika, de Verenigde Staten, is ook technologie. Dus daar zie je dat mensen als Steve Jobs, ja, dat zijn rolmodellen, die spreken mensen aan. Nou, dat zullen we met elkaar nog moeten ontwikkelen. Dit was de eerste keer dat ik nu zo voor een school dit ging vertellen. Ik ben meteen tot ereleerling uitgeroepen. Ja, want u heeft de machetknoop. Ja, ik heb het net in het nieuws ook laten zien, maar u heeft ze nu ook weer om. Ja, ik laat aan iedereen zien. Ik ben er geweldig trots op dat ze mij tot ereleerling hebben uitgeroepen. Bent u daarmee dan ook zelf dat rolmodel? Is dat daar dan het bewijs van? Nou, ik ben niet in die techniek echt bezig. Maar wel in de zin dat je met elkaar gewoon probeert om meer bewust te zijn over waar we straks in ons land in economisch opzicht naartoe moeten. En waar we ons geld moeten verdienen en waar ook lol van te beleven valt. Want mensen denken nu heel vaak, oh, techniek is een boutje en een schroefje. Maar ik heb gisteren op school een paar mooie voorbeelden denk ik, gegeven over een hartklep. En ook over, het werd vertaald naar ontwikkelingssamenwerking en voedsel. Maar het zit veel dichterbij. De voedselveiligheid wordt in de komende jaren ontzettend belangrijk. Dus controle op het voedsel en het produceren daarvan, daar zit heel veel techniek bij. En daar heb ik een paar voorbeelden van gegeven die wij hier met elkaar bedacht hebben en die echt de wereld beter maken. Die hele technologie sector, daar bent u heel intensief mee bezig. Daarmee begeeft u zich natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje op het terrein van wat eigenlijk de portefeuille was van de net vertrokken wethouder Brink. Hoe lastig was dat u daarmee in elkaars vaarwater zat? Nee, want ik had al diezelfde verdeling. Ik ben natuurlijk, toen ik burgemeester werd, was ik al voorzitter van de Stichting Brainport. Hè. Dat is eigenlijk de organisatie waar we samenwerken met bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Dat deed ik al toen wethouder Erik van Meerjenboer hier zat. En het is gewoon doorgegaan met de heer Brink. De heer Brink had wel problemen met zijn gezondheid, dus ik heb meer overgenomen. En ik zal dat met de nieuwe wethouder opnieuw bespreken. Maar we hebben tot nu toe eigenlijk dat in goede harmonie met elkaar kunnen regelen. Ja. Die hartproblemen, die hebben we meer van gehoord. Dat is natuurlijk een probleem. Maar was dat het enige probleem? Ja, dat was wel. Omdat hij dat ook had, was het wat lastiger voor hem te functioneren. Want er wordt bijvoorbeeld in de gemeenteraad ook wel gezegd van misschien als iemand anders bijvoorbeeld de koopzondagen in zijn portefeuille had gehad, was misschien die discussie anders afgelopen. Ja, dat vind ik allemaal maar een beetje gissen. Kijk, wat er aan de hand is, dit is toch heel zwaar hoor. Want ik zie dat ook bij de vorige college. Dus het zat niet alleen bij de heer Brink, maar ook wethouders in de vorige college. Wethouders hier. Het is heel hard werken. Heel hard werken. En als je in die situatie niet volledig 100% kunt rekenen op je gezondheid, dan gaat dat op een gegeven moment in de weg zitten. Dat hebben we geprobeerd op te vangen met elkaar als wethouders en college. We hebben van zijn portefeuille delen overgenomen. Maar de druk bleef toch echt vanuit die gezondheidspositie. Want hoe ervaart zo'n college van BNW dat op het moment dat dan niet helemaal lekker loopt? Ja, wij hebben wel een adagium en dat wil ik ook echt overeind houden. We helpen elkaar. Wij zijn geen politici die daar bij elkaar zitten. De gemeenteraad, dat zijn politici. Wij zijn bestuurders. En bestuurders proberen met elkaar oplossingen te zoeken. En daar helpen we elkaar ook erg mee. Maar dat hakt er dus ook wel in. Want je probeert het als team ook tot een eind te brengen. Ik zelf wil het ook heel graag. Maar als dan toch, ondanks die houding en ondanks dat u dingen van elkaar overneemt en zo, het met wethouder Brink niet goed komt en hij vertrekt. Voelt het dan toch ook niet als een nederlaag? Ja, dat zou het zijn als het om politieke redenen was, maar dat is het dus niet. Dus als iemand echt gewoon het politiek niet kan dragen, hier met de raad of in de stad, echt grote dingen verkeerd gedaan heeft, maar de heer Brink is met de markt, heeft hij dit opgelost. Als we zien met de steunfraude, heeft hij fantastisch gedaan.
Moest hij aanpakken. Daar hebben we afgelopen jaar 1,5 miljoen meer voor binnengehaald. De werkloosheid, jeugdwerkloosheid, was zijn portefeuille, is gehalveerd afgelopen jaar. Dus er zijn nog hele grote successen op zijn konto te schrijven. Maar desalniettemin had hij wel een probleem dat we met elkaar proberen op te vangen. Maar waarvan hij in overleg met zijn arts tot de conclusie gekomen is. En dat is vooral heel vervelend voor mezelf. Want de arts gezegd heeft, deze functie vraagt zoveel van jouw mentale en fysieke belasting, dat ik het eigenlijk onverantwoord vind om door te gaan. Dan is er niet veel discussie mogelijk. En toen hebben we heel snel, dat hebben we donderdags gehoord, en op vrijdag gezegd, nou, nu kan het eigenlijk gewoon niet meer. En dan duurt het nog tot 1 maart voordat de daadwerkelijke wisseling van de wacht kan plaatsvinden. Wat verwacht u voor de periode daarna? Nou, ik denk dat mevrouw List is voorgedragen. Dat moet de gemeenteraad nog bekrachtigen. Ik denk dat wij met mevrouw List een buitengewoon krachtige nieuwe wethouder erbij kunnen krijgen. Met een groot netwerk, ook in Nederland. Dat is ook nodig. Ze kent de wethouders in Amsterdam en in Rotterdam. En wij zijn met die twee steden ook bezig om op nationaal niveau, wat wij noemen de E3-gemeente, de economische ontwikkeling van Nederland verder te hand te nemen. Met steun van het kabinet. En dat is ook misschien nog wel interessant. Wij zijn toegetreden recent tot de strategische reizengroep van de minister. Dat was eigenlijk altijd voorbehouden aan Amsterdam en Rotterdam. Dus die gingen mee met als het kabinet voor internationale handelsdelegaties wegging, gingen die twee steden altijd bij voorkeur mee. Daar zitten wij nu bij en dat betekent dat wij de volle steun krijgen van alle ambassades in de wereld voor alles wat wij in andere landen voor elkaar willen krijgen. En het was ook niet voor niks dat om die reden ook alle ambassadeurs die wij in het buitenland hebben afgelopen week in Eindhoven zijn geweest. Dus we kunnen u nog wel vaker zo trots zien als u de afgelopen week was. Ja, ik vond het wel een fantastische week, ja. Dus de maandag de gesprekken met de minister en een aantal vertegenwoordigers van het departement op ambtsniveau. Dinsdag de ambassadeurs die hier langskwamen. Een goede gemeenteraadsvergadering die we gehad hebben. Als ik dan zie wat we met elkaar allemaal voor elkaar krijgen, zit hier alleen maar een trotse burgemeester. Kijk eens aan, komt bijna niet mooier voor dit gesprek. Dank u wel voor nu. We hebben afgesproken dat we het voortaan iedere maand op deze manier een gesprek gaan doen. Dus volgende maand dan zien we u weer terug. En u dank wel voor het kijken. Een fijne avond.